Nederland was het eerste land waarin het homohuwelijk werd geaccepteerd. Dus wettelijk gezien is Nederland erg homolievend en ook vooruitstrevend. Maar wat nou als je als LHBTI'er, dus homo, lesbienne of biseksueel, geboren wordt in een land waarin het niet wordt geaccepteerd? Nilou, jullie zetten je in voor LHBTI uit Iran. Hoe is de situatie daar nu op het moment? De situatie daar is heel slecht. Zij worden niet geaccepteerd door de maatschappij. En zij durven ook niet uit de kast komen, want heel vaak gaan de familie hun afstoten. En zij worden gepest, zij worden bedreigd door de maatschappij, maar dat is niet het enige probleem. Het is ook strafbaar in Iran. Zij kunnen zweepslag krijgen, gevangenisstraf en ook doodstraf. Dus het is heel slecht daar. God, maar dat is wel heel heftig. Ja. Maar we leven in 2017. Hoe kan het dat er dan nog steeds zoiets bestaat? In principe, het is een islamitisch land. Het is een land waar mensen geen mening mogen hebben. Laat maar zitten in hun seksuele geaardheid. En het is heel triest, maar daar wordt het gezien als het een man, vrouw en kinderen. Iets anders dan dat, dat is gewoon niet bekend eigenlijk. Stichting Jupia zet zich in voor een betere wereld. Een vrije wereld waarin iedereen gelijk is, ongeacht je geslacht, afkomst en seksuele voorkeur. Ja, maar jullie als stichting zetten jullie in voor LHBTI. En op welke manier doen jullie dat? Er zijn verschillende projecten. Via de nieuwswebsite geven wij seksuele voorlichting in makkelijke taal voor mensen in Iran. Daarnaast is er een nieuwe campagne begonnen, homofilia. Dat is tegenovergestelde van homofobie. En via sociale media. En wij geven gratis advies aan kleine mensenrechtenorganisaties die net begonnen zijn en geen geld hebben. Geven wij webdesign en advies over beveiliging van hun sites. En wat betekent dit nou voor hen? Het is heel belangrijk voor LHBTI's in Iran. Want er zijn weinig organisaties die deze diensten aanbieden. Waar zij informatie kunnen vinden over seksuele voorlichting. Hoe zij in contact met elkaar kunnen komen. Dus hoe meer informatie wij geven, hoe belangrijker voor hen. En wat is nou eigenlijk jullie belangrijkste doel? Nou ja, ons doel is eigenlijk dat iedereen uiteindelijk vrijheid van leven heeft. En dat door de maatschappij wordt geaccepteerd. Dat je ook anders dan man, vrouw en kind bent. Dat je ook gewoon andere seksuele geaardheid kan hebben. En er zijn ook sommige mensen in Iran die denken dat op het moment dat zij voelen dat ze iets anders zijn dan het normale beeld wat zij hebben. Dan denken zij dat ze ziek zijn. En die beeld die willen wij wegkrijgen. Ja, en hoe kan hieraan bijgedragen worden? En nou, alle ondersteuning wat wij kunnen krijgen, kunnen wij eigenlijk gebruiken. Alle ondersteuning is welkom door de maatschappij. Ja, ik vind het een heel mooi doel. En dankjewel voor alle informatie. Jullie ook bedankt voor het komen. En als jij zelf nou ook meer informatie wilt, neem dan een kijkje op de website.